Er komt een nieuwe loopbrug bij de Waalhaven in Nijmegen. Maar wat vinden de bewoners daar eigenlijk van? Ja, vind ik wel mooi. Ja, bijzonder. Daar gaan wij tegenaan kijken. Ja, hartstikke leuk, maar ik kan er niet op. En zij is niet de enige die er niet op kan. De brug is niet toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld een rolstoel, een rollator of een scootmobiel gebruiken. Belachelijk, dat is dan weer minder. Nee, dat kun je wel duidelijk zien op de foto ook al. Ja, dat vind ik niet leuk. Nee. Nou ja, het moet wel toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Ik ben zo iemand die daar heel gevoelig voor is. En waarom? Omdat ik misschien zelf een keer mijn benen ga verliezen. En dan heb ik geen zin om te lopen. De brug rolstoel vriendelijk maken zou volgens de gemeente te duur zijn en te veel ruimte kosten. De mensen die wij spraken vonden dat de gemeente het toch moet doen. Ik vind wel dat de gemeente daar een stukje verantwoordelijkheid in heeft. Jazeker. Ja. Mensen hebben ook recht op een mooi stukje Nijmegen. Of wat zal een goed plan zijn? Ja, ik denk het ontwerp aan te passen. Iemand, een architect of iets, daarna te kijken. Ja. Ik denk dat ze goed in overleg zouden moeten, dat je wel gewoon het idee kan behouden. Maar dat het inderdaad ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk moet worden.